Er is best flink schade. En vooral ja, dit gebouwtje dat kan niet meer gebruikt worden voorlopig. En alle kleding dat is natuurlijk door het bluswater en door de rook en zo niet meer bruikbaar. Zijn jullie geschrokken? We zijn zeker geschrokken. Sowieso omdat ja, iets waar we heel hard aan werken met z'n allen, met vrijwilligers en met bewoners, dat is gewoon ja, vernield of zo. En we weten niet door wie en waarom. En we hopen dat er niet echt een reden ook is, want dat is nog enger natuurlijk als iemand iets tegen Emmaus heeft. Het is vooral liefdadigheid hier, het is een kringloopwinkel, maar ook opvang voor daklozen. Ja, precies. Het is dus super kwetsbaar. We vangen mensen op en we proberen de overheid daar niet mee lastig te vallen. Dus proberen we zelf in onze eigen inkomsten te voorzien. Door middel van de verkoop van welvaartsresten die mensen ons doneren. Omdat ze het mooi vinden wat wij doen. Dus ja, nu is het even kijken hoe we dat gaan doen. Want we komen nu wel echt wekelijks inkomsten tekort. Woensdag gaan jullie weer open, is de bedoeling? Ja, woensdag gaan we weer open. En het is natuurlijk wel een andere markt dan normaal. Want er is een heel stuk minder. Maar we hopen wel dat mensen gewoon komen kijken en even koffie komen drinken of toch een meubelstukje kopen of zo. Het is een aangepaste markt, maar we zijn er wel. We laten ons niet kisten.